Dag allemaal. Welkom bij dit Alzheimer Café voor de gehele regio Nijmegen. Het komt bij u via het internet of wie weet via de televisie als een lokale omroep het wil uitzenden. Hoe dan ook, welkom. Mijn naam is Erik Dirks en ik ben voorzitter van de afdeling regio Nijmegen van Alzheimer Nederland. Ik mag u welkom heten namens Alzheimer Café gemeente Berg en Dal, Alzheimer Café Beuningen, Alzheimer Café Dukenburg en omgeving, Alzheimer Café Heumen, Mook en Middelaar, Alzheimer Café Nijmegen en tot slot Alzheimer Café Wijchen en omstreken. Alle Alzheimer Cafés hopen van harte dat ze na de zomervakantie de deuren weer open kunnen zetten. Dat duurt dus nog even, helaas. Maar zodra onze regering toestemming geeft voor de organisatie van bijeenkomsten met meerdere mensen, dan maken we bij u bekend wanneer de Alzheimer Cafés weer gaan beginnen. Vandaag gaan we al wel in gesprek over na corona de draad van het leven weer oppakken. Het mooie weer is begonnen. We willen weer naar buiten en andere mensen zien en ontmoeten. Maar hoe doe je dat dan? Gaan we terug naar het gewone normaal? Of ga je terug naar een slimmer normaal? Ga je andere activiteiten doen? Of ga je activiteiten anders doen? En hoe dan passender invullen? Hebben we iets geleerd van de coronatijd? Hebben we nieuwe inzichten omdat we ons moesten houden aan al die maatregelen? Mondkapje, 1,5 meter enzovoort. Genoeg te vragen dus. En dat is precies wat Luzan Peters, onze gespreksleider, vandaag gaat doen. Vragen stellen in gesprek met Dorrie Stuy. Zij stellen zich graag aan u voor. Aan hen het woord. Nou, ik ben Luzan Peters, directeur van het Doedensehuis aan de Vivere. Ik ben Dorrie Stuy en ik ben dementiecoach. Ik coach mensen met dementie en hun familie en medewerkers die met mensen met dementie werken. Dus vanuit andere kijk op zorg. Ja. Oké, Dorrie. Nou, fijn dat we hier samen aan tafel zitten. Zeker. Weer voor het Alzheimer Café. Gaan we samen weer een mooie uitzending maken. Om eens te kijken van welke handvaten kunnen we elkaar meegeven aan de mantelzorgers, aan mensen met dementie. Hè, om na corona te kijken hoe we de draad weer op kunnen pakken. Ja, dat, zeker. Dat is een belangrijk streven. En hopen dat we het ook snel kunnen gaan toepassen. Hè? Dat we echt na corona kunnen zeggen. Ja. Ja. Voorlopig is het nog niet zo. Hè? Nou, het is, we zijn onderweg. We zijn onderweg. Kleine stapjes. Maar wellicht kan jouw tips alweer bijdragen. Hè, hoe we vooruit kunnen gaan. En welke dingen er wel mogelijk is. Ja, zeker. Dus We zitten vandaag in het Odensehuis. In het nieuwe pand. In het nieuwe locatie. Een samenwerking met Medipoint, ZZC Zorggroep, om te kijken dat mensen ook met dementie weer actief een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. We zijn vorige week geopend en het is vandaar nog een beetje een feestelijke aankleding. Veel bloemen. Ja. Veel bloemen gehad. Ja, terecht. Prachtig pand. Ja. Mooie plek. Ja. Ja. Maar Dorrie, we gaan starten. Zeker, ja. Dorrie, langzaamaan gaan we stap voor stap weer de goede kant op. Hopen we dat we corona toch eens een beetje achter ons kunnen laten. Ja. En dat er versoepelingen mogelijk zijn. Langzaamaan die vaccinaties gaan lopen. Dus gelukkig. Hè? Ja, er zeker. Lijkt toch wat zeker. Meer licht aan de horizon komen. Mm-hmm. Hè? Ja. Nou ja, ook voor mensen met dementie, mantelzorgers, ze hebben toch in een bubbel gezeten. Mm-hmm. Hè, de angst, toch veel thuis geweest. Hoe kun je nu het beste, mensen hebben een ander ritme gekregen. Ja. En hoe kun je nu het beste weer die draad oppakken? Ja. Een heel groot punt, wat ik nu benoem. Maar misschien kun je het in kleine stapjes uitleggen. Hoe kun je het beste de draad oppakken? Ja. Ja, wat ik belangrijk vind is
ja, om toch aan te sluiten, dat is eigenlijk het eerste wat ik altijd zeg, is aansluiten bij die ene mens met dementie. Hè. We zijn gelukkig niet allemaal hetzelfde en dus ook niet alle mensen met dementie zijn hetzelfde. En er zijn ook heel veel vormen van dementie, waardoor het ook voor iedereen weer anders voelt om met die hersenziekte te leven. Ik denk dat dat dus ook heel belangrijk is. Oh, ja, dat maakt ook dat iedereen met dementie ook die coronaperiode weer anders heeft beleefd. De een die is inderdaad helemaal in zijn schulp gekropen en angstig thuis gebleven. En de ander die is toch met een aantal dingen aardig doorgegaan. En of heeft er misschien maar flarden van meegekregen of niks van meegekregen. Daar zit natuurlijk heel veel variatie in. En dat maakt ook dat het voor iedereen ook weer anders is om eruit te komen, voor zover je kunt. Hè? Waar komen we dan uit? Maar ik denk dat we vooral eens moeten kijken naar, we gaan weer samenleven, we gaan weer dingen met elkaar doen. En hoe zou je daar dan goed mee om kunnen gaan? En dan denk ik bijvoorbeeld aan weer familie zien, weer naar clubs toe kunnen gaan misschien. Of samen zingen zal denk ik nog wel een tijdje duren. Ja, dat is nog niet aan de orde. Nee. Maar dus in ieder geval naar hobby's of mensen toe gaan of mensen thuis ontvangen. Dat zal weer op gang gaan komen van lichte mate naar grotere mate misschien. En ik denk dat dat wel een punt kan zijn wat voor mensen met dementie en hun omgeving best goed is om even over na te denken. Hoe doe je dat dan? En een belangrijk punt vind ik daarin dat vaak weten we dat als je iemand lang niet gezien hebt, dan vindt de omgeving het vaak spannend als we weten die heeft dementie. Dan gaan mensen vaak vragen, weet je nog wie ik ben? Of we hebben elkaar al lang niet meer gezien en dan is eigenlijk een soort afwachten, komt er reactie, weet iemand nog wie ik ben? En dat is eigenlijk voor degene met dementie een heel vervelend gevoel. Dat voelt als een test. Die is bang om te falen misschien. Dus ik zou vooral iedereen op het hart willen drukken. Als je iemand ziet die je al lang niet meer gezien hebt door corona, ga dat niet vragen. En als je de naaste bent van iemand met dementie en je weet volgende week komt de oude buurman of de oude collega van mijn vader of moeder op bezoek. Of van wie dan ook. Zijn iemand dan even in. Joh, vertel als je binnenkomt. Wat fijn, Kees, dat ik jou weer zie. Hè? Ja. Want wij als collega's hadden het altijd zo leuk vroeger op de timmerwerkplaats. Ja. Ik zeg maar even. Dus help even. Ja, dat is een mooie tip, hè? Om eerst gewoon zelf al je naam te noemen. Van, goh, of we zijn collega's geweest. Ja. Het bedrijf misschien te noemen waar je gewerkt hebt. Hè? Ja. Waar je inderdaad je collega bent geweest. Zeker. Ja. Zodat er al een klein lampje gaat branden. Hè? Ja, dus bijvoorbeeld. Dat, en dat sommige mensen vinden dat een beetje gekunsteld. Maar ik denk, als je gewoon... gewoon even zo noemt, want wat hebben we het leuk gehad toen en toen. Dan hoeft dat helemaal niet zo heel onnatuurlijk te zijn. Nee. Dus, en je voorkomt een hele hoop nare gevoelens, denk ik. Want dat is wat je niet wil, hè? Fijn dat je elkaar weer ontmoet. Zeker. En dat moet van beide kanten zijn, hè? Ja. Dat is, welke herinneringen haal je dan op? En dat is mooi. Ja, hè? Zeker. Om dat op die manier te kunnen doen. Ja. Dus dat is een mooie tip. Denk ik belangrijk om mee te nemen. Ja, zeker, denk ik en, ook. En inderdaad, iedereen heeft het op zijn eigen manier ervaren en in zijn eigen bubbel gezeten, bang om besmet te worden. Ja. Dus het zal stapsgewijs terug in de maatschappij gaan gebeuren. Terwijl dat voor iedereen natuurlijk is. Hè? Dat is ook voor ons. Maar dat is voor mensen met dementie en de mantelzorgers... net zo, hè? Ja, zeker. Het is niet anders, hè? Ik kom nu overigens ook het omgekeerde wel tegen. Dus dat mensen... want je ziet vaak bij mensen met dementie dat het een dat uitspraken en belangrijke zaken moeten meermaals herhaald worden. Behoorlijk wat keren herhaald worden voordat iets inslijt. Dus ik kom nu ook mensen tegen die inmiddels al lang gevaccineerd zijn en bijvoorbeeld in een verpleeghuis wonen waar wij op bezoek mogen komen. Of waar wij binnen mogen komen. En dan
kijk, zijn zij ermee bezig, maar er mag toch niemand komen. Dus die zitten nog eigenlijk in de... Okay. Iemand... Die zitten nog in een stapje terug. Ja, die was nog een stapje terug. Er was van de week een mevrouw die zei van... maar bezoek mag hier niet naar binnen. Ja, dat vond ik wel grappig. Toen dacht ik, oh ja, jij hebt dat dus uiteindelijk dan opgebouwd en onthouden. Ja. En een nieuwe niet. Nee. Ja. Dus dat het dan weer veranderd is... Ja, dus dat kunnen we ook gaan krijgen dadelijk. Ja, dat en het is natuurlijk... vasthoudt. Ja, vasthoudt aan een oude ritme. Ja. Terwijl we eindelijk zo blij zijn dat we weer mensen mogen ontvangen. Ja. Hè? Ja. En vooral in de verpleeghuizen, wat natuurlijk wel heel belangrijk is. Ja. Hè? Dat daar weer bezoek... Ook belangrijk. Ja, ja zeker. Ook voor de mensen thuis, dat die regels weer verruimd gaan worden. Ja. Hè? Maar dat zover is het nog niet. Nee. Dus... Maar zeg je ook van, doordat we heel weinig bezoek hebben mogen ontvangen, niet naar clubjes zijn geweest, is er ook een andere, hebben we ook lessen geleerd? Hè? Ja, zeker. Ik ervaar het zelf ook, hè? Een druk programma altijd. Ja. En, door de avondklok zijn we thuis, in de weekenden geen bezoek, noem het maar op, feestjes gaan niet door. Ja. Hoe is dat voor mensen met dementie? Heb je daar nog tips? Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Want willen we dat inderdaad wel allemaal? Je vraagt het een en het ander tegelijk. Ik ga beginnen bij het begin. Ja. Wat je zegt, het is voor onszelf wel herkenbaar. Hè? Dat je dus inderdaad merkt van... het is, de avonden zijn in ieder geval veel rustiger. Ik maak minder mee in de zin van allerlei mensen ontmoeten... Maar voor sommige mensen met dementie, dat horen we wel terug ook. Ik sprak ook vanmiddag nog een case manager die zei... ja, ik merk dat sommige mensen het heel prettig vinden ook... om iets meer rust te hebben op bepaalde momenten. Ze missen ook wel contacten, maar er zijn ook wel zaken die veel prettiger verlopen. Een onderwerp daarbij is bijvoorbeeld verjaardagen... Overigens zegt niet alleen, zegt dat ook andere ouderen bijvoorbeeld, zeggen dat ook wel. Mijn eigen moeder zei het van het weekend nog. Ik zal nooit meer mijn verjaardag op de ouderwetse manier vieren. Ik vind het veel prettiger om juist in kleine blokjes, minder mensen te ontmoeten. Ja. Waar je dan aandacht voor kunt hebben. Maar mijn hoofd loopt tenminste niet zo over als ik mijn verjaardag wat kleiner vier. Dus hele grote groepen is voor veel mensen überhaupt, maar voor mensen met dementie denk ik al best lastig. Dus daar kun je nu van zeggen, nou misschien moet ik er voortaan voor kiezen om dat niet meer zo te doen. Dat is een punt. Een ander belangrijk punt is ook wel dat ik hoor dat er soms hele creatieve activiteiten bedacht worden door mantelzorgers en, hulpverleners of wie dan ook. Of mensen met dementie zelf. Ik hoorde vorige week iemand vertellen... mijn man en ik hebben een hele andere hobby opgepakt. En dat komt eigenlijk doordat mijn man is best wel milieubewust altijd. En wij zijn samen nu iedere dag een uur plastic aan het rapen. En dat vinden wij een hele, hele fijne manier om... en dat doen we dus op een vast moment op de dag. Omdat de man in deze heeft dementie. En die mevrouw zegt van, ja, als wij samen gewoon op een vast moment van de dag dat gaan doen, gaan we daarna weer lunchen, dan hebben we ook een soort invulling van de dag. Nou, dat vind ik heel waardevol, denk ik. Dus, mooi, geweldig. En het is ook nog eens, omdat, denk ik, als je dat doet, plastic rapen ook, dan heb je ook een tastbaar resultaat van, dit hebben wij vandaag uit de natuur gehaald samen. Ja. Dus dat is denk ik, dat is voor mensen met dementie ook belangrijk om iets nuttigs te... Dat is voor ons allemaal belangrijk, voor mensen met dementie zeker ook. Ja, dat je nog meetelt, hè? Ja. Dat je bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Ja. Ja, en hoe mooi is het, er ligt zoveel afval langs de kant, dus het is... Ja, zeker. Dus, en bewegen, we zijn in beweging, in de buitenlucht. Ja. Dus ja. En je doet het samen, dus... en het is makkelijker dan... ik hoor wel eens van in de tuin werken. En nu knipt mijn partner alles af. Ja. Bijvoorbeeld, dat hoor ik best wel al vaak.
Dus dat wordt dan moeilijker. En alleen maar wandelen is zo van, ja, we gaan alleen maar wandelen. Maar dit, is, ja, dit geeft echt een andere dimensie. En je ziet, je kunt over het afval praten. Je hebt andere gespreksstof weer, hè? Ja, leuk. Dus ik vond dat wel een leuke. Dus zo hoor je ook die goede dingen die je samen opbouwt in zo'n, door zo'n coronaperiode misschien gedwongen. Ja, die kan je natuurlijk, ja, dat is wel mooi als je die gaat behouden natuurlijk. En liefst delen. Hopelijk weer ook in Alzheimercafés of live. Ja. Maar van elkaar leren. Ja. Maar dat denk ik wel. Dat het belangrijk is dat je nu ook goed kijkt naar wat waren de voordelen. En zullen we die proberen te behouden in de na de coronatijd ook. Ja. Ja, maar goed, als je nu ook kijkt, daar haak ik eigenlijk een beetje ook op mijn vorige vraag in. Mm-hmm. Hè? Want we hebben een aantal mensen hebben gewoon ook hebben we niet meer gezien, hebben we lange tijd niet meer gezien. Ja. Hè? En, ja. We hadden het in het begin al over van god, hoe maak je nu weer contact? Hè? Ja. We noemen de naam bij het binnenkomen. Hè? Maar misschien heb je ook wel mensen contact waarvan je denkt van goh, ik heb ze eindelijk nog niet zo gemist de afgelopen periode. Ja, dat klinkt vreemd. Ja. Maar ook dat is mogelijk natuurlijk. Hè? Of iemand is altijd heel overheersend. En mijn partner wordt er altijd heel onrustig van als die is geweest. Hè? Ja. Met alle goede, lieve bedoelingen. Ja. Maar het kan een verkeerde impact hebben op iemand. En dan denk ik van, ja. Maar goed, nu gaan we weer, als we weer gaan versoepelen, dan komen deze mensen ook weer. Maar hoe gaan we daar nu mee om? Heb je daar misschien ook nog een tip voor? Een hele lastige. Maar goed, ik ga ze jou vragen hoor. Ja. Nou, ik denk dat je daar op verschillende manieren mee om kan gaan. Je kan natuurlijk, je kan misschien ook kijken naar als iemand overheersend aanwezig is in contact. Misschien eens vragen of iemand samen iets met de persoon met dementie wil doen. Als je zegt van, goh, als jij nou volgende week in de tuin gaat werken en een hele hoop afval moet afvoeren of zo, wil je dan niet vragen of mijn man komt helpen of mijn partner kan meedoen met al het afval wegknippen in de groenbak of ik weet niet wat. Hè? Dus samen een klusje doen is vaak prettiger om te doen dan druk praten. Dat is een veel lastiger iets vaak. Dan ga ook plastic rapen. Ja, nou, ik vind het een hele mooie hoor. Mooi. Ja, dus samen iets doen kan bijvoorbeeld helpen. Ja. En als je denkt, ja, dit hele contact hebben we niet gemist. Ja, dat is net zoals bij alles. Ja, dat is toch denk ik ook, het in ieder geval zelf niet weer opzoeken. En ook anders misschien melden, dit is te moeilijk. Of hou het kort. Je kunt misschien ook soms aangeven dat een bepaald contact ook, dat het prima is als we gewoon één kopje koffie drinken. Ook al waren we altijd gewend om om er twee te doen en een borrel erachteraan. Ja. Maar ook uitleggen dat te lang kan zijn. Ja, en dat ligt daar ook een rol voor de mantelzorgers. Hè? Om daar toch heel eerlijk en open naar de buitenwereld over te zijn en maar aan te geven van, goh, we zijn nu een jaar verder en we zitten in een andere situatie. Ja, en we zijn erachter gekomen dat het toch wat moeilijker is. En de ziekte staat niet stil natuurlijk. Nee, het proces gaat verder. Het gaat bij iedereen anders. Maar, en daardoor kan het natuurlijk van beide kanten ook anders zijn, hè, en anders voelen. Ja. Zeker. Dus, en het kan dus ook betekenen dat iemand, om het maar even weer positief te houden, kan ook betekenen dat iemand minder last heeft van dingen. Als iemand vroeger, of in het begin van zijn dementie misschien veel last heeft van, ja, ik weet dat niet meer, iedereen weet het wel hoe het gaat, hoe het zit, dat vind ik vervelend, ik schaam me daarvoor. Het kan best zijn dat iemand daar op een gegeven moment een soort van overheen volgende is. Volgende fase zit. Ja, een andere fase, maar er zijn ook wel eens mensen die op een gegeven moment zeggen van, ja, ik weet dat gewoon niet meer, weet je. En dat ook, en zich daar minder voor gaan schamen of zo. Dus, maar ook inderdaad niet doorhebben dat je iets niet weet. Dat kan ook.
Maar het kan wel heel veel verlichting geven. Het is wel heel jammer als we dan iedereen afgebeld hebben. Ja, omdat we denken, ja, dan schaamt hij zich zo. Hè? Ja, Dus probeer in die zin ook wat te onderzoeken. Wat werkt nou wel of niet? En niet, het is één keer fout gegaan, nooit meer doen. Nee, een beetje... Een beetje uitproberen. Het vingerspitsengevoel, hè? Dat onderbuikgevoel. Ja, Wat geeft het aan? En vooral niet alle bezoek afbellen. Want dat is helemaal niet wat we moeten doen. Hè? Nee. Juist fijn om gewoon weer in de maatschappij zoveel mogelijk deel van uit te maken. Ja, zeker. Ja, dat is toch iets wat we iedereen gunnen en wensen. Ja. Dan heb ik ook nog wel een vraag, Dorie. Dat is ook lastig, hoor. Stel, ik ging altijd naar fietsen met mijn collega, maar ik heb nu bijna een jaar niet meer op die fiets gezeten. Of ik ging altijd naar een sportclubje. En ja, goed, het afgelopen jaar, het sportclubje was gesloten geweest. Dus hoe pakken we dat weer op? Hè? Hoe gaan we weer op die fiets klimmen? Hè? Of gaan we dat überhaupt wel doen? Of... kan dat? Is het nog verantwoord? En ook het sporten, hè? Zijn lastige dingen om die stap weer te zetten. Dat denk ik ook. Dat dat lastig kan zijn. Ik denk dat het daarom vooral ook belangrijk is om niet te wachten met hoe zal dat zijn om naar die sportclub te gaan ook en te fietsen. Als je er moet zijn weer voor de eerste keer. Maar ga gewoon weer eens samen alvast oefenen om daar naartoe te komen. Los van dat je er dan moet zijn op tijd. Omdat de training of de wedstrijd of wat dan ook dan begint. Of omdat je maatjes op je wachten. Nee, zorg eens eerst dat je samen eens kijkt naar hoe is het om daar naartoe te gaan. Gaat dat eigenlijk? En misschien moet je nu eerder beginnen met hoe is het om zelf weer een blokje om te fietsen. En dat is vaak heel handig om dat in het begin samen te doen. Maar dat kan ook weer beledigend zijn. Dus dat is natuurlijk belangrijk om goed af te checken. Hoe zit die persoon... hoe zit iemand in elkaar en hoe, wat kan ik wel of niet aangaan? Ik ben er niet voor om mensen zomaar van de fiets af te houden, in ieder geval, uit voorzichtigheid. Ik bedoel, je hoeft niet meteen te zeggen, wij zijn hier in Wijchen, fiets jij even naar Nijmegen. Hè? We kunnen het toch rustig aan opbouwen. En of iemand de handeling nog kan, dat denk ik dat je dat wel weet. Dat voel je aan, hè? Dat zie je... Maar goed, het kan ook eventjes weer wennen zijn. Ja. Hè? Het is oefenen. Het is zeker de moeite waard om te kijken van, wat kan wel? Ja. Maar ik weet niet of ik een tegenvraag mag stellen, ook al hebben wij een rolverdeling. Ja, dat mag. Ik denk eigenlijk dat heel veel mensen met dementie die gewend waren altijd te fietsen, dat die toch ook wel wat zijn blijven fietsen. Denk jij dat niet? Hoor je van deelnemers? De meeste zijn bij ons gewoon blijven fietsen. Ja, ja. Daarom. En vooral dat is natuurlijk ook mogelijk geweest, hè? Want je mag gewoon naar buiten om te fietsen. Maar ik kan me ook indenken van, of mensen zijn, voorheen ging men zelfstandig weer ergens naartoe. Die weg moeten ze weer eventjes... Dat moet even, dat is inderdaad ergens naartoe moeten komen. En dan ook weten wat daar ook weer de bedoeling was. En misschien is het nu als je op de sportclub komt of op een andere hobbyvereniging of zo, kan ik me voorstellen dat alles er ook ietsje anders uitziet. Omdat je, wij zijn inmiddels wel gewend om, hier staat ook zo'n punt op de vloer, hè, maar om via een bepaalde route door het gebouw te bewegen. Ja, dat zal voor iemand met dementie waarschijnlijk niet bekend zijn. Die zal misschien gewoon de oude route naar de kleedkamer lopen. Dus dat zijn dingen. Ja, het is wel handig om in het begin samen te gaan, denk ik. Om te kijken of iemand je op kan halen of iemand... Dat lijkt me natuurlijker dan dat je ineens als partner iemand gaat brengen, terwijl die altijd zelf ging. Dan is het misschien logischer dat een maatje je op komt halen. Ja, dat bijvoorbeeld, mooie, hè? Dat vind ik een mooie. Ja, en je hebt niet altijd een partner natuurlijk. Er zijn ook mensen met dementie die alleen wonen. En als je wel, als je het dan fijn vindt dat iemand je ophaalt, misschien is het ook wel fijn als iemand je terugbrengt. Zorg dat je even thuis komt ook.
dat iemand dan niet meteen ook weggaat. Want er is best wel, dat is best wel een beleving. Ja, ik weet niet hoe jij het ziet, maar het lijkt mij een hele beleving als ik dadelijk weer naar mijn toneelclubje mag, bijvoorbeeld. Ja. En dan komt er best wel van alles bij je binnen, prikkels, wat je al heel lang niet meer gehad hebt. Nee, je hebt mensen gezien, hè, die je hebt alle mensen gezien, emoties, het komt van alles bij je boven. Ja. Als je dan alleen terugkomt in huis en er is niemand met wie je nog even kan napraten, of dat het even al die gevoelens een beetje kunnen afzakken. Ja. Nou, ik denk dat het goed is als je daar wat ondersteuning bij hebt. Dat het een beetje mooi afgebouwd is ook. Ja. Ja. Misschien een ideaal plaatje, maar ja. Nee, maar ik denk het wel belangrijk gewoon om als tip weer mee te geven, hè, als we dat leven weer oppakken. Zo van, hè, wat het teweeg brengt bij iemand. Hè. Ja. Ik denk, goed om daarbij stil te staan. Ja, en je merkt vanzelf wel of dat weer zijn ritme krijgt, of dat misschien iemand dit toch te moeilijk gaat vinden. Dat kan, ja. Maar we weten één ding wel, dat als wij fouten niet voorkomen, we weten dat mensen met dementie... de narigheid van het falen, die is zo belangrijk voor hun. Het gevoel is zo sterk. Dus als iets misgaat, ze vinden de weg niet, of ze weten niet wat de gedragingen zijn in de groep, waardoor ze het eigenlijk het idee hebben, ik heb het helemaal fout gedaan. Dan weten we wel dat ze er heel gauw mee stoppen. Dus, en dat is natuurlijk super jammer. Dus laten we proberen samen te zorgen dat meedoen mogelijk blijft. Ja, en dat ze zoveel mogelijk ook meegenomen worden in alle ontwikkelingen en alle veranderingen. En ze niet te corrigeren, maar juist gewoon samen oplopen, op een positieve eigenlijk manier te benaderen. Ja, en ze meenemen zeker, in de ontwikkelingen. Ja. Heel wenselijk. Ja, en ik merk zelf ook dat mensen toch ook inmiddels ook gewend zijn aan het mondkapje, het desinfecteren. Ja. Ja. Dus dat zit er ook wel vaak in, hè? Die aandachtspunten, die herkennen ze al. Ja, die zijn er wel, zeker. Ja. Ja. Pas geleden zei een mevrouw nog tegen mij, toen ik voor een... Want ik werk dus veel, ook begeleid ook veel mensen in verpleeghuizen. Toen wou ik daar naar binnen gaan, dus ik stond er netjes mijn handen te doen. En pakte een mondkapje en deed wat. Zei ze, nou, denkt u dat u veilig bent, want u heeft een lapje voor uw gezicht. Maar zo makkelijk is het niet. Ook wel leuk. Mooi, geweldig, toch? Dus, ja, leuk. Zei ik, nou, wat vindt u dan wat we er meer voor moeten doen? We moeten allemaal goed op elkaar letten, zei ze. Ja, ik denk, nou, mooi. Ja. Mooie boodschap. Ja, hè? Dat vond ik ook. Maar goed. Nee, goed. En we willen allemaal graag naar het normale leven. Hè? Ja. Wat is dan weer normaal? Hè? En ik zie ook dat de mensen die bij ons komen in het Odensehuis allemaal heel blij zijn dat ze het contact met elkaar hebben kunnen onderhouden. Ja. Voor de mantelzorgers, dat er echt behoefte is om te ontlasten. Ja, zeker. Je hebt al een aantal tips gegeven, maar heb je misschien nog enkele tips voor iedereen? Waarvan je zegt van, nou, dat is zo'n belangrijk aandachtspunt, dan moeten we toch met z'n allen echt alert op blijven. Ja. Nou ja, voor mij is de belangrijkste tip toch dat we ook in het omgaan met corona en ook in het uitkomen, dat we steeds ook kijken naar, zijn er niet nog meer mogelijkheden? Is er niet toch iets wat heel erg kan helpen, wat iemand heel fijn kan vinden, waar je toch weer invulling aan kan geven? Dat zou ik heel fijn vinden als we vooral zo kijken en inderdaad samen proberen samen op te trekken. Dus aan de ene kant iemand serieus nemen en niet te betuttelend zijn. Aan de andere kant wel voldoende veiligheid geven. Want je moet toch weer even zoeken. We lopen allemaal een beetje te zoeken eigenlijk. Hoe gedragen we ons nou? Hè? Ja. En hoe dichtbij mag ik nou bij jou komen, bij de cameraman? Dus om dat samen goed te doen, want er blijven denk ik wel regels. Dus we zijn voorlopig nog wel een geregelde samenleving, denk ik. Ja. Dus we moeten wel nog eens in bepaalde patronen door gebouwen bewegen. We moeten nog wel bepaalde regels in acht blijven nemen waarschijnlijk. Dus neem niet te gauw aan dat iemand dat niet kan, maar oefen het samen. Dat vind ik in ieder geval een belangrijke.
Gaat niet uit de weg, contacten, maar durf ook wat je geleerd hebt van die coronaperiode te behouden en bespreekbaar te maken met mensen. Dus dat denk ik ook. Van goh, we hebben gemerkt dat eigenlijk kortere contacten veel beter zijn of minder contact. Dus ik wil het graag doseren, dus ik stel het op prijs dat je vaak langskomt. Maar kunnen we het afspreken of weet ik het? Dat vind ik wel mooie lessen die je er misschien van mee kan nemen. Ja. Nou, voelt misschien ook wel heel truttig voor sommige mensen. Maar die moeten, als je het aan kan, moet je het gewoon lekker laten zoals het is. Ja, dat willen we eindelijk. Hè? Dat zou het mooiste zijn. Ja. Nu schiet er bij mij nog een vraag binnen, Dorie. En dat is eigenlijk zo van, goh, die anderhalve meter. Ja. Dat is voor mensen met dementie echt heel lastig. Ja. Ja, dat vergeten ze. En daar zijn ze zich ook niet van bewust. Nee. Maar het gebeurt. Mm-hmm. Hè? We zien het hier, we zien het op straat, we zien het in de winkel. Ja. En mensen kunnen daar soms op afgerekend worden. Ja. Ze hebben niet in de gaten dat het iemand met dementie is. En die denken van, die komt wel heel erg dichtbij. Mm-hmm. Heb je daar nog een gouden tip voor? voor ons als maatschappij, hè? Zo van, goh. Ja. Ja, je wil die mensen toch ook, dat ze gewoon naar de winkel kunnen gaan. Hè? Ja. En dat ze niet afgerekend worden. Dat ze die anderhalve meter niet nakomen. Nee. Hè? Ja, want ze kunnen er niks aan doen. Nee. Ja. Eerlijk gezegd. Ik zou het niet voor zijn dat mensen met iets rond gaan lopen. Nee. Dus ik weet niet of je daar misschien op doelde. Nee, dat hoor je absoluut wel. Niet. Hè? Dat hoor je wel. Want juist wil ik helemaal geen stigma hebben. Hè? Nee. Helemaal niet. Nee. Dus rondlopen met een bordje, ik weet het niet precies. Dus sorry als ik er dichtbij kom, dat vind ik geen goed idee. Nee, zeker niet. Ik denk dat het toch belangrijk is dat. Ja, maar dat is een verdraagzaamheid naar elkaar überhaupt. Hè? Dat geldt dus niet alleen voor mensen met dementie, maar ook met andere beperkingen, denk ik. En eerlijk gezegd, hoe ga je ermee om dat iemand te dicht bij je komt? Het overkomt je allemaal regelmatig, denk ik, toch? Ja. Ik denk misschien een stukje verdraagzaamheid van de maatschappij. Ja, vind ik wel. Ik denk dat het toch wel mooi is en belangrijk om daar bewust bij stil te staan. Ja, we willen natuurlijk een dementievriendelijke samenleving, daar hebben we het vaak over. Althans, mensen zoals jij en ik. Ja, en daar moeten nog veel meer mensen heel veel over gaan praten. Ja. Maar ik vind, dat betekent eigenlijk ook dat ik niet, dat de buitenstaander niet hoeft te weten, oh, dit zal wel iemand met dementie zijn, of dat zal wel iemand met een beperking zus of zo zijn. Als je merkt dat iemand eigenlijk wat anders dan de gewone codes zich gedraagt, is het misschien gewoon heel goed om te zeggen van, goh, Je kwam dichtbij. Ik vind het fijn om wat aan de kant te blijven. Maar kan ik je helpen? Of weet ik veel. Hè? Je kunt toch gewoon even goed met iemand contact hebben. En je eigen grens aangeven. Dus, ik vind ook niet de bedoeling dat we dus om elkaars nek dan blijven hangen. Nee. Dus, de reden waarom je afstand neemt, even verduidelijken. Maar er zijn best wel ook mensen met dementie die dan zeggen, als jij zelf, dat merk ik wel eens, dan denk ik, oh, ik ga gewoon even aan de kant. Ja. En dan zegt iemand van, corona, hè? Ja, mooi, hè? Jij stapt aan de kant. Oh, dat was daarom, ja. Dus het is niet zo dat mensen dat helemaal niet weten. Tenminste, zeker niet de mensen die thuis wonen nog. Nee. Dat is niet zo dat die daar helemaal niks van weten, denk ik. Nee. Dus vaak kan je ook met een woord of even ho, ho, je kan soms ook wel op een wat grappige of ludieke manier. Waar ik eigenlijk meer op doelde, ook Dorie, is toch de verdraagzaamheid van mensen met dementie. Laten we ze toch vooral ook de kans geven om zelf naar die winkel te gaan. Niet dat alleen iemand achter een rollator is die heel oud is en een knotje heeft, maar dat kan dus ook een jong iemand zijn. Waarvan we het niet kunnen zien, precies. Die zich toch wel echt kan, die maatregelen kan vergissen en vergeten. Ja. Zeker. Dus dat vind ik een belangrijk punt. Ja, dat dementie kan op alle leeftijden voorkomen. Nou, ja. We weten het. Zeker. En dat we daar ook begrip voor hebben. Zeker, ja.
Dat is denk ik de hoofdboodschap. Dat is misschien wel de mooiste boodschap om mee te af te ronden. Lijkt me goed. Te sluiten. Ja. Okay. Ik wil je bedanken, Dori, voor dit mooie interview en voor jouw tips en adviezen. En ik hoop dat iedereen daar gebruik van kan maken. Okay. Dat ze eruit kunnen halen wat ze nodig hebben. Ja. En wat voor hen belangrijk is, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ja, nou, ik heb het graag gedaan. Dus, oké. Dankjewel, Dori.